Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met mevrouw Shahnaz Spengel. Zij is de secretaris van de VEPAS. En de VEPAS staat voor Vrouwen Politieke Alliantie Suriname. Ik hoop ik het goed heb gezegd. De VEPAS. We gaan praten met Shahnaz over wat de VEPAS precies doet. En een recente activiteit die er geweest is op 8 maart in verband met de Internationale Dag van de Vrouw. What we need is a little Q-Time. Dag Shahnaz en welkom in Q-Time. Dag Odette, dank u wel. Goed, je gaat ons vandaag wat meer vertellen over de VEPAS, de Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname. Hoe lang bestaat deze organisatie al? En ik neem aan dat de naam het al zegt, hè? En dat jullie jullie sterk maken voor vrouwen in de politiek in Suriname. Dat klopt. De VEPAS bestaat al 8 jaren en we zijn heel actief bezig op het gebied van sociaal-maatschappelijk werk samen met de gemeenschap. Veelal denken mensen dat als je hoort vrouwen in de politiek, dan denken we meer aan vrouwen in de Nationale Assemblée. Vrouwen die op een politieke podium staan te spreken of een bepaalde post hebben binnen een politieke partij. Wij wilden dat laten veranderen. Wij wilden mensen laten weten dat het niet alleen is als we praten over vrouwen in de politiek. Omdat voordat je daar komt, je toch wel een goed sociaal-maatschappelijk georiënteerd moet zijn. Voordat je verder gaat in de politiek. En mevrouw Rutweidenbos heeft jarenlang, zoals we weten, heel actief geweest binnen de Surinaamse politiek, met name de Nationale Partij Suriname. Ze is zelfs de vicevoorzitter geweest van de Nationale Assemblée in Suriname. Ze heeft dus zoveel vrouwen zien komen en gaan en heeft gewerkt met verschillende vrouwen. Dus zij heeft toen gezegd, weet je, ik wil wat meer. Ik wil dat vrouwen een beetje een andere rol ook gaan spelen binnen de politiek. En niet alleen op een podia of in een bestuursvorm zitten. Maar ze moeten meer touch hebben met die samenleving. Dus ze is toen begonnen met een project, het drielingenproject, waarbij ze de drielingen bezocht in de ziekenhuizen. Een stukje nazorg deed naar de ouders, naar de mensen toe van de drielingen. En op een gegeven ogenblik toen zei ze van, maar ik kan het niet zo alleen blijven doen. Ik wil het uitbreiden. En ze heeft dus enkele vrouwen benaderd, waaronder ik, mijn persoon, Shahnaz Spengel als secretaris, Ruth Renfrim Cotino als de penningmeester. En we zijn toen gestart. We zijn toen gestart om projecten op papier te zetten en te kijken wat we nog meer zouden kunnen doen naast die drielingen. En een van de dingen waarbij we allemaal eens waren, is dat we ook vrouwen moesten empoweren. We moesten ze tools aanreiken, vrouwen in die politiek. Trainingen aan ze aanbieden. We moesten ze ook dichter bij het volk brengen, in contact brengen met mensen. Vandaar dat we dus projecten zijn gaan opstellen en verder zijn gegaan. We hebben dus ook genomen erbij grote gezinnen, waarbij vrouwen het een beetje moeilijk hebben om ze te ondersteunen. We hebben moederdagactiviteiten georganiseerd in de buurten, in de verschillende districten. En 8 maart is eigenlijk onze grootste activiteit dat elk jaar terugkeert. Oké, voordat we daarop ingaan, wil ik toch even vragen. Die alliantie gaat over verschillende politieke partijen, neem ik aan? Klopt, over verschillende politieke partijen. Dat is de bedoeling, dat we werken met alle vrouwen die binnen de politiek zitten in Suriname. Hebben jullie dat doel al bereikt, dat alle politieke partijen de vrouwen daarvan in de alliantie zitten? We zijn hard op weg. En waarom zeggen we zijn hard op weg? We hebben een grote korps aan vrijwilligers die meehelpen. Ja. Samen met het bestuur om de projecten te uitvoeren. Want zonder vrijwilligers kan je dat werk niet doen. En die komen dwars vanuit alle politieke gelederen in Suriname. Oké, dat is natuurlijk heel mooi. Want uiteindelijk is mens zijn en vrouw zijn twee sterkere banden die ons binden dan de scheidingshokjes van de politieke partijen. En als we ook aan onze projecten werken, dan letten we ook niet op mensen hun politieke achtergrond. Nee, maar alleen de mensen in nood.
alleen de mensen in nood, de mensen van wie we denken van met deze moeten we verder, we moeten ze opliften, we moeten ze de kans geven, we moeten samen met ze zoveel mooie dingen doen. Ja. Dat is gewoon waaraan we denken. Oké, prima. Op 8 maart was het Internationale Dag van de Vrouw en jullie hebben dus, je zei het al net, een groot project uitgevoerd en dat is namelijk vrouwen met een visuele beperking ondersteunen. Wat hield het project op 8 maart in? Ik zei al, 8 maart is een van onze grootste projecten jaarlijks, terugkerend. En we hebben dan als thema Un Jaja Uma. Dat, los van een thema dat we vanuit de wereldorganisaties krijgen, houden wij vast aan Un Jaja Uma. En we kijken dus naar verschillende vrouwen. En we kijken dus naar vrouwen waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen, ze worden een beetje vergeten of ze zijn een beetje vergeten. Mensen weten wel dat ze er zijn, maar hebben niet altijd de tijd en willen niet altijd de tijd maken of projecten initiëren om iets moois met ze te doen. Om ze te bedanken, om ze te laten weten dat we fijn vinden dat ze er zijn en om ze die push te geven om verder te gaan. Vandaar dat wij vanuit VEPAS zeggen, elk jaar kiezen we voor een speciale doelgroep. We hebben bijvoorbeeld gehad de brandweervrouwen. Waarbij mensen er versteld van stonden dat er zoveel brandweervrouwen waren. Onder welke omstandigheden ze werken. We hebben onze vrijwilligers een keer ook bedacht op 8 maart. We hebben gewerkt met oudere vrouwen. Waarvan mensen soms denken ze moeten echt in een tehuis blijven. En ze kunnen geen leuke dingen hebben. En dit jaar hebben we gezegd. We gaan de jonge vrouwen met een visuele beperking. Die pas een kindje hebben. Of kindjes tussen 0 en 7 jaar hebben. En in die maatschappij zijn en veel dingen meemaken, een beetje verwennen, met ze bezig zijn, ze te bedanken, maar ook die samenleving te laten zien dat die vrouwen er zijn en dat we ze niet mogen vergeten en dat we ze bezig moeten houden, dat we ze de kans moeten geven om zich waar te maken in deze samenleving. Oké. Okay. Is er een bepaalde centrale plek waar deze vrouwen bij elkaar komen, waardoor ze dus inderdaad zeg maar, toch een bepaalde ondersteuning kunnen krijgen? Jawel, het Nationale Instituut voor Blinden en Slechtzienden is aan de Dr. Sophie Redmondstraat en daarmee hebben we gewerkt. Zij hebben een bestand van die vrouwen, de vrouwen staan daarbij ze geregistreerd. We hebben dus contact met ze gemaakt. En laat me aangeven dat ik daar als vrijwilliger ben, mijn leven lang. Omdat ik zelf geboren ben uit 2 blinde ouders. En, dus het onderwerp ligt dicht bij je hart natuurlijk. Ja, we moesten kijken naar een speciale doelgroep dit jaar toch. En ik dacht bij mezelf, nomang, we gaan deze zeker pakken toch. Deze kan ik niet voorbij laten gaan terwijl ik zo dicht bij ze ben. Tuurlijk niet. En we hebben dus contact gemaakt met de leiding. De mensen hebben we in kaart gebracht en we hebben toen gezegd, weet je, we gaan niet alleen werken met die jonge moeders. We nemen ook de school, want er zijn ook leerkrachten. Er is een school daar. Heel veel mensen weten niet dat er een school is op het terrein daar. Een school waar blinden en slechtziende kinderen regulier onderwijs volgen. Normaal onderwijs volgen. En we hebben dus de leerkrachten ook bedankt en ook bedacht op die dag samen met de moeders. Want nadat de kinderen geboren zijn bij de moeders en bepaalde een visuele beperking hebben, moeten ze naar die school. Heel veel van die moeders komen ook van die school. Dus we hebben ze samengebracht en we hebben ze een hele mooie dag bezorgd. Heel mooi. Oké, en dat was op 8 maart, hè? Dat was op 8 maart, ja. En ja, de VEPAS, wat is jullie volgende activiteit die jullie in het vizier hebben? Onze volgende activiteit gaat onze bestuursverkiezing zijn. We moeten nu bestuursverkiezingen organiseren. Omdat het goed is dat als je na een tijdje hebt aangezeten, je hebt statuten, je hebt huishoudelijke reglementen, je moet je eraan houden. En ook andere vrouwen de kans geven. Anders heeft iets niet gewerkt. Anders is je boodschap nergens aangekomen. Als je bang bent om over te dragen. Als je bang bent om door te gaan met andere vrouwen. Als je andere vrouwen niet de gelegenheid geeft. Om dat werk waaraan jij bent begonnen voort te zetten. Ja, en wij zijn dat eerste bestuur. En wij zeggen van nee.
De statuten zeggen nu bestuursverkiezingen. En we gaan dus de bestuursverkiezingen organiseren dit jaar nog. En een nieuw bestuur kiezen, zodat we verder kunnen gaan met onze projecten. Heel erg mooi. Nou, Shahnaz, ik zou zeggen, heel erg veel succes toegewenst. Ik hoop dat jullie inderdaad ervoor kunnen gaan om alle vrouwen van alle denominaties, politieke organisaties op elk niveau bij elkaar te halen. Want dat is uiteindelijk waar die kracht vandaan gaat komen als we bundelen en zeggen, hey, ook al zijn we van verschillende politieke partijen, we hebben wel dezelfde noden en we moeten werken voor deze Surinaamse gemeenschap. Dat klopt, dat is zeer zeker onze bedoeling. En hoe kan je dat doen door mooie projecten samen te doen, toch? Want iedereen weet dat elkaar helpen heel belangrijk is. En niet via een politieke podia of binnen een bestuur van een politieke organisatie, maar in die samenleving staan met elkaar en daaraan werken. Dan kunnen we mooi politiek Suriname maken. Inderdaad, zeker weten. Van de vrouwen zal het komen, hè? Absoluut, en daar gaan we voor. Goed, dankjewel Shahnaz. Heel erg veel succes. Hartelijk dank, Odette. We kijken uit naar de verwikkelingen van de VEPAS. En hopelijk zal jullie nieuw bestuur ook een nieuwe wind brengen. En daarmee ook een boost van nieuwe energie om nog meer projecten uit te voeren. Succes ermee. Absoluut, dank u wel. Dankjewel Shahnaz. Dat was mevrouw Shahnaz Spengel. Zij is de secretaris van de VEPAS, de Vrouwenpolitieke Alliantie Suriname. Ze hebben op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw, de jonge vrouwen met een visuele beperking, bedacht. En zoals Shahnaz dat zelf zei, de organisatie moet zich uitbreiden, zodat vrouwen in de politiek op welk niveau dan ook zich kunnen bundelen en zich sterk kunnen maken voor de Surinaamse gemeenschap. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.